Na een afwezigheid van 6 jaar staat aanstaande zondag het Rotterdamse onderrondje tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam weer op het programma. De Spartanen zijn misschien wel de verrassing tot nu toe in de Eredivisie, want de ploeg van Alex Pastoor staat op een knappe 9e plaats. Afgelopen zondag was het wel even schrikken voor de Spartanen toen Roda JC op 2-0 voorsprong kwam in Rotterdam-West. Maar de Kasteelheren knokten zich uiteindelijk terug naar een 2-2 gelijkspel. Als we de geschiedenisboeken erbij pakken, dan zien we dat Feyenoord regelmatig laat zien de sterkste te zijn in dit Rotterdamse onderrondje. In 51 eerdere ontmoetingen zijn er 32 overwinningen voor Rotterdam-Zuid te noteren, 11 gelijke spelen en 8 keer moeten we de winst overlaten aan de ploeg uit Spangen. Ook het doelsaldo is overduidelijk in het voordeel van Feyenoord, met 124 goals voor en 57 tegentreffers. Aan de eerste edities in Eredivisieverband bewaren we niet al te beste herinneringen. Want de 4 ontmoetingen die op het programma staan in de jaren 50 gaan allemaal verloren. In de jaren 60 doen we het aanzienlijk beter tegen de oudste profclub van Nederland. In 10 ontmoetingen wordt er 6 keer gewonnen, 2 maal gelijk gespeeld en 2 keer verloren. Het daaropvolgende decennium valt er voor de Spartanen weinig te halen in de Kuip. Van de 10 keer dat beide ploegen elkaar treffen in de Kuip gaat het legioen 5 keer tevreden naar huis en moeten beide ploegen het 5 keer doen met een puntendeling. In de jaren 80 voert Feyenoord weer de boventoon door 6 van de 9 edities te winnen en slechts 1 maal te verliezen. In de herfst van 1986 komt Sparta vol goede moed naar de Kuip, maar is het duel na 25 minuten al beslist. Van Schieten geeft de bal aan Mario Been. Die mag na ruim een minuut scoren. 1-0 Feyenoord. Olderik Rink, Tahamata. Doelpunt Hoekstra, 2-0. Lijnstekers, Tahamata, nu niet buitenspel. Simon Tahamata, nu doet hij het zelf. Een decennium later heersen onze mannen. Zo wordt er in 10 edities 8 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. Tijdens de ontmoeting van het seizoen 1996-1997 boeken we onze grootste overwinning in de clubhistorie tegen Sparta. Mede door de inbreng van ons huidige trainersduo. Verwonderen. Larsson, goede beweging. Alphen is hij kwijt zo, maar Van der Meer komt hij daar opnieuw tegen. Daar is de hulp van Wonderen. Oh, wat een zeldzaam mooie. Pablo Sanchez. Zeldzaam mooie aanval van Feyenoord. Kom in, Van Wonderen. Goed gedaan door Van Wonderen. Kom in. Met links. Met links verslaat hij met op iets uitzicht. En werd ontnomen door Larsson. Want anders moet Metcalf die bal toch kunnen pareren. Nu staat Van Gastel bij de bal. En ook Larsson en Van Bronckhorst zijn in de buurt. Maar Van Gastel zal het toch zelf willen doen. En Van Gastel kan het ook. 5-1. Van Bronckhorst, Van Bronckhorst, je ziet hem aankomen, je ziet het gebeuren. De 6-1. Na de eeuwwisseling treffen we Sparta nog 8 keer in de Kuip. 7 edities leven het volle pond op en 1 keer staan we met lege handen. Tijdens de eerste speelronde in het seizoen 2001-2002 is het legioen getuige van het debuut van Pierre van Hooijdonk en een Japanse balvirtuoos als Sparta simpel opzij wordt gezet. Van Hooijdonk. En nu Thomasson. Ja. Derde hoekschop, Patrick Power. Het is Emmerton. Kalou. Kalou is nu los. Oschel, 3-0. Ono. Goeie paas.
Emmerton. En dan is het Thomasson die de goede combinatie aflegt. Onno heeft zijn aandeel in het doelpunt en dat is reden tot des te meer vreugde. Van de rechtervleugel is Onno en dit is weer een goede paas en dat is de derde van Thomasson. We zijn aan het einde gekomen van Feyenoord versus Sparta Rotterdam. Aanstaande zondag begint de 52e editie om 2:30 en dit duel is live te zien op Fox Sports 1.